Ja, weet je, in deel 1 dan heb je 1 lightsaber en in deel 2 heb je er 2. Dus ja. Ja, dat is de aantrekkingskracht van de game. Goed. Even kijken. Ik moet de eerste playthrough moet ik de good side enden. En ik stond net in de kamer voor de boss room. Als ik dat even fix, dan kan ik daarna even wat anders gaan doen. Wat Pokémonings of zo. Pokémonings? Nou, had je trouwens al verteld tegen de kijkers dat Paddy nu Pokémon Colosseum aan het spelen is? Nee, eigenlijk niet. Oh! Hoe durf ik de auto te stelen? Nou, eigenlijk moet je dat wel mentionen. Kijk. En hij is nu bezig met de Ribbon Quest. Ja, ik heb er al 2. Welke mons had je gevangen? C-Blay heb ik nog van XD. Ja. Ik heb nu Culava. Oh, oké. Heb ik al. Alleen ik... nog? Dan moet ik Gligar nog. Dat duurt nog wel even in deze game. Ja, dat is volgens mij late game, toch? Volgens mij wel, maar het ding is, ik kan ook pas treden als ik de game uitgespeeld heb. Dus, dat is waar, ja. Ja, dan ben je nog wel even een tijdje bezig. Ja, ik zat eraan te denken om een keertje, als ik zo'n streamzin heb, echt zo'n zin heb om te streamen, dan een Seeking-lock in Colosseum te doen. Dat is juist goud. Dat is dan dubbel battles. Heel Seeking. Heel Seeking, zoals Sandering dat ook zou zeggen, ja. Oké, goed. Deze game zit zo slecht in elkaar. De lag, maten. Oh. Glissify zou je nu een hater noemen. En een, geen echte Pokémon fan. Die man die is echt niet goed in zijn bovenkamer. Holy shit. Nou, om een of andere reden, ik weet niet wie dat, welke YouTuber dat is, maar ook best een bekende Pokémon streamer. YouTuber. Ja. Door hem heb ik nou opeens het gevoel van, hey, als ik bij mijn vriendin zit, ga ik shiny hunten in Pokémon Platinum. Okay. Oh, dat is wel een bijzondere. Hey, what the fuck? Ah, ik moet een heel stuk opnieuw doen. Ik ben niet goed opgeslagen. Nou, volgens mij wel, maar... Games niet goed genoeg. Nou, weet je wat het ding is in deze game? Of nou ja, met die PlayStation 3 titels, als je die op PlayStation 5 speelt. Als jij 5 minuten niks doet, of iets van 6 minuten, dan sluit hij de game soort van automatisch af. En dan zegt hij van, oh, je reageerde niet. Dus we hebben je game afgesloten, zodat andere mensen het kunnen spelen. Want in principe stream jij deze game van een of andere server. Is dat niet John Stone? Zou heel goed kunnen, Rusty. Die was toch ook radar, zijn laatste video volgens mij. Voor mij wel, ja. Ja, ik heb die niet gekeken. Ik vond John Stone echt een geweldige content creator. Toen hij niet streamde. En toen ging hij streamen en toen ging hij alleen nog maar streamen en geen video's maken voor zijn kanaal. Dus ja. Ik kan wel, ja, ik kan begrijpen dat sommige mensen hem wel een geweldige content creator vinden. Nou, ik zat bij mijn vriendin. Mijn vriendin was weg, ik was alleen. Ja, ik kwam tegen mijn feedback van... Sure. Nou, ik wil echt voor geen goud Pokéradar hunten in Platinum. Voor geen goud. Wat ik wel zou willen is Masuda... Wacht, Masuda Method, is dat Gen 5 of Gen 4? 5. Ah, oké. Nou ja, ik wil wel... voor die Ribbon Quest wilde ik wel wat Gen 4 Pokémon fixen. Gible, Riolu. Sowieso. En misschien dat ik nog iets anders erbij zou willen. Ik wil voor een Shiny Riolu gaan. Ja, dat zou ik ook wel pok vinden. Die, ook wel... die wil ik dan ook niet laten evolven, die wil ik als een Riolu houden. Ja, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Een bijzondere keuze, Paddy. Dank je. Maakt die Riolu wel uniek. Kijk, want de tower was nog niet moeilijk genoeg. Nee joh. Maar hij gebruikt gewoon de andere twee Pokémon dan de tower te halen. Ja, want ik weet niet of ik de vorige keer nog kan herinneren dat hij alleen kon, dat hij nog veel moeite soms met sommige tower dudes. Maar was het de tower in Gen 3 waar je heel veel moeite mee had of Gen 4? Gen 3. Nou, Gen 3 hoeft hij niet te doen. Niet met Riolu, nee. Dus dat is wel easy win. Stop met slaan. Stop met leven. Stop met leven, please. Wacht, ik kan de HP drain. Is dit een shiny of niet? Ik kan bij die ice cube zo slecht vinden. Nee, het is geen shiny. Je lijkt toch roze, of niet dan? Ik kijk even mee, maar ik loop achter. Zit het in het water? Ja. Nee, ik kan het niet goed zien. Een wiebelstaart. Niet een wiebelstaart? Zuidelijk gebruikte wiebelstaart. Dat moet hij niet doen. Zuidelijk dood. Paar. En nou word ik geskurfd. Deze game is ook aan het cheaten. Wat doet hij? De game is me aan het stunlocken. Dus dan zit ik in een hoekje vast en dan elke keer als ik opsta, dan slaat hij me en dan val ik weer neer. En dan zit ik gewoon in een loop, als het ware. Ja, dat is kut. Dat is niet de bedoeling. Dat moet juist andersom. Wist je dat de bedoeling van Engels Language is? Ja. Daar had ik niet over nagedacht, maar dat is wel waar. Oh nee, Makuhita! Oh nee. Makuhita. Oké. Nou, dat stuk is weer gedaan. Gelukkig heeft hij wel opgeslagen dat ik al die collectibles had. Kijk, daar ben ik blij mee. Ik weet alleen niet hoe ik de... Oh. Zo moet ik de deur openen. Got him. Oh, the game is so laggy. We zingen het laggy lied. Het laggy lied. Maar moet dat nummer dan ook heel haperig zingen of niet? Ik weet niet wat ik dat dan had verwacht, Rusty. Inderdaad, ongekomen zo. Tijd om te breeding. Tijd voor de final boss. Niet de final boss? Ja, en het is natuurlijk Darth Vader. Want wie kan je anders als final boss hebben? Luke Skywalker! Het is wel een boss in de game als je de DLC hebt. Ja, en voor de Tropians moet je de DLC ook hebben. Ja, in principe wel volgens mij. Oh, fuck. Stop. Hier. Oh nee, espion. Method. Awesome as Espeon. Espeon, maar is Sastity. Precies. In de Paddy's geval 6D. Ja, vind ik wel een leuk getalletje. Ja. Oei. Ik haat het als we die kunnen counteren. Ja, super fijn. Oh nee, Flavi! Flaflip. Flaflip is wel een goede Pokémon. Nu, Noctowl! Oeh! Laat me opstaan. Leave me alone. Leave me alone. Ah, wat een pushy, hij loopt weg. Ja. Oh, fuck. Ah. Uh-oh. Uh-oh. Niet vallen. Dat hij dit valt op. Een poes op mijn scherm! Hoe vet. Nee, dit is een Skitty. Toch wel jammer, Milan. Ja, want dan kan ik wel weer gaan ruiken. Ja. Ja, zegt hij. Wauw, Sandering. Miauw. Happy. Miauw, 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 miauw. Oh, wat een leuke outbreaks. Ik zou ze vragen naar... Een shroom is outbreak. I don't get shroom. Kitty is neer. Ik heb die poes helemaal vernietigd. Ja, die poes is vernietigd. Ja, je bent wel een poesjes destroyer. Niet, Freddy. Af en toe win, geloof ik wel. Oké. Okay. Kijk, daarom heb ik dat vinkje bij seksuele content aangezet. Lekker. 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 Even op mijn lijstje kijken of ik Shiny Frostland al heb. Heb je Shiny Wiglet al? Nee, maar die heeft ook geen outbreak. Frostlash? Ja. Maar die is al heel moeilijk te zien als die Shiny is. Voor mij wel. Maar het zijn alleen, voor mij zijn iets donkerder, iets geliger. Maar voor mij zijn alleen de ogen een hele andere kleur. Wauw. Het zijn niet in plaats van blauw-rood of andersom. Oh nee, ze moeten een buikstreepje in plaats van rood-paars. Dat is het enige verschil. Oh. Maar ik ga het wel proberen, want ja, ik heb hem nog niet. Dus het moet ook gebeuren. Ik heb haar nog niet. Nee. Ja, ja, het is altijd een haar. Nou, sorry hoor. Jongen. Ik dacht, ik doe even gender zooming, maar het wordt wel niet gewaardeerd. Never gender zooming. Een Slugma! Call me Slugma. En een Azuril. Dit is gewoon een Sander Milan team. Zeker, hè. Dan ben ik wel met Sander opgeschreven, dat is dan weer die minder. Ah, er is een Shadow. De Slugma is een Shadow. No way. How is that even possible? Kan me Slugma. Ik word aangevallen door een Lokex, help. Waarom moeten overal die Lokex met me bemoeien? Laat me met rust. Leave Britney alone. Oh, help! Ah. Ik hoor boze Nando Wings. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Een rage quitting. Rage quitting. Quitting the rage. The only viable option. Oh, kan only fans starting. Ah. Ja, fuck. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Ouch. En ik was maar op een kwart van de final boss. Maar quitting is not an optioning. Maar is er ook een final boss? Nee, niet in de main dinges. Ik vermoord een horde frostlaas. Schwablu! Blauw. Maar het helpt als je mee zingt, je beat. Nou, wat nou als het niet wil zingen? Dan kan je de finger daring krijgen. Wow. Finger daring? Wow. Niet de Finketeering, maat. Allemaal Frostlass, maar een shiny ain't one. En ze kijken allemaal mijn kant op, help! Beam. Doei, ik die buff. Ik haat Lokex voor altijd. Lokex. Weet je ook wel een leuke shiny is? Nou. Toadstoel. Wie? Toadstoel. De landlopende Tentakool. Oh, ja. Die heb ik ook nog niet. Die is helemaal wit. Weird. Wit the dying. Deze de eerste evolutie is compleet wit. Ah, weer dood. Maar nu was ik op de helft. Ah, er zit progressie in dus. Er zit progressie. Maar ik moet eventjes snappen wat de counters zijn. Wat ik moet doen. Counter is een fighting move. Ja, ik moet de countering gebruiken. I suggest watching this video. The Emperor Walkthrough. Niet de Emperor Walkthrough? Jazeker, die gaat me helpen. Gaat hij door Walls Walkthrough? Nee, gaat laten zien wat ik moet doen. Oké. Ja, en dan? Bro, deze guy die heeft echt laag kwaliteit audio. En hij heeft een of andere klok die hoort afgaan. Nou, als jij weet wat je moet doen na dit filmpje, dan was het allemaal waard. Ja, dat is waar. Ah, oké. Die en ik kom mee. Oké, ik denk dat ik al een beetje snel. Echt, die mechanic van dat de Pokémon gooien dat hij dan zelf aanvalt is slecht. Top. In groepen wel heel erg, ja. Oké. Huh? Dat werkte niet? No. Oh, nu werkt het wel. Oké, frappant. Ik hoor een skill issue. Ja, Milan, wat vind jij van Pokémon Sleep? Geen idee. Ik zei dat zo tegen mijn vriendin. Er is Pokémon spel uitgekomen waar je goed in kan zijn. Waar jij goed in bent. Oh, wat dan? Ja, Pokémon Sleep. Ja, wat moet je doen dan? Slapen. Nou. Yo, Gumball Gamer. Ik ben ook goed in slapen. Ben je ook goed in Pokémon Sleep? Waarschijnlijk wel. Ik kan ook shinies in krijgen. Wat? Ik ga nu Pokémon Sleep downloaden. Stop. Give it to the next person. Double it and give it to the next person. Ja, double it and give it to the next person. Oh, I get what? Okay. Hij komt alleen even langs voor dat? Ja, hij vindt het wel grappig. Oké. Ik vind het wel grappig. Ik vind... hij doet niks vervelends. Wat anders dan die andere guy die we hadden. Precies. Paddy. Echt het is. Volgens een gast was ik racist omdat ik zijn Portugese zin die hij in mijn chat zei, ik dacht dat het Spaans was. Ik dacht ook dat het Spaans was. En is het niet hetzelfde? Oh, wow. Ik denk dat je nu echt een... als hij in de chat was, was hij heel boos geworden. Nee. Ik weet dat die twee echt de grootste ruzie met elkaar hebben, dat weet ik wel. Hetzelfde als met Turken en Marokkanen. Die twee schieten ook echt nooit goed op samen. Oh. Oh, daar heb ik eigenlijk nooit echt meegemaakt. Nee, ik ook niet. Weer wat nieuws geleerd. Precies. Ah, ik zit weer vast in de muur. Dit is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Is dat van die voetbalding? Ja. Galactic voetbal? Ja, inderdaad. Galactic voetballing. Oh god, ik zit hier op zo'n moment dat ik niet weet dat ik moet doen. Nou, daar heb je navigatie Nando voor nodig. Ja, ik ben even druk bezig, dus dat wordt hem niet. Ah. Nou, ik moet met de kuil praten. Volgens mij. Ah, die camera is zo fucking kut, maat. Wow, speel je Mario 64? Ja, man. Ik hoor het. Nee, de Frostless ding is over. Oh nee. Ik heb gewoon al 3 dingen gedaan en alle 3 keren geen schijnende Pocket Monster. Ik zou klachten indienen. Dat ga ik ook zeker doen. Game Freak, eat your heart out. What the fuck, maat. Nandoing gaat zo meteen. Nando Salt in de chat, denk ik. Nando Salting. Ja, maar dit is echt oneerlijk, bro. Dat is zeker niet zo nice on the cake. Nee, ik denk als ieder ander dit zou spelen, die zou exact hetzelfde denken. Waarschijnlijk, ja.